Complotdenken is van alle tijden, maar door social media, internet en YouTube weten we hoe groot het geloof in complottheorieën is en hoe makkelijk ze verspreid worden. Zijn grote gebeurtenissen het gevolg van spontane acties of zit er een duistere macht achter die alles naar zijn hand zet? Ik sta hier op een locatie die de bron vormt van een van de grootste complottheorieën van België van de afgelopen 35 jaar. Deze Delhaize werd in 1985 overvallen, met als resultaat 8 doden zonder noemenswaardige buit. De groep overvallers heeft van de pers dan al de illustere bijnaam gekregen, de Bende van Nijvel. De oude man, de killer en de reus worden ze genoemd. En er zijn meer daderprofielen opgesteld met behulp van getuigen. Mysterieuze en zwaar bewapende moordenaars die in de regio rond Brussel dood en verderf zaaien. In 1982 wordt een wapenwinkel in Dinant beroofd. En daarna volgen er op verschillende plaatsen autodiefstallen en overvallen met als resultaat 1 dode politieagent en een dode nachtwaker. In 1983 wordt de bende steeds bloeddorstiger met als resultaat 10 doden en vooral supermarkten worden het doelwit. Tijdens een van die overvallen in het plaatsje Nijvel worden er 3 mensen doodgeschoten en krijgt de bende zijn beruchte bijnaam. In 1984 lijkt de groep overvallers verdwenen, maar het jaar erop maken ze een keiharde comeback door bij meerdere overvallen op Delhaize supermarkten 16 slachtoffers te maken. Met als bloederig hoogtepunt die in Aalst. In totaal maakt de bende van Nijvel 28 dodelijke slachtoffers, waaronder vrouwen en kinderen. Ik herinner me nog heel goed in november 85. Wanneer de overval in Aalst plaatsvond, eigenlijk de meest bloedige overval, dat ik daar toen ter plaatse ben geweest en op het gelaat van de mensen de angst zag. En toen begon ik meteen eigenlijk te denken, dit is geen gewoon crimineel geweld, dit is puur terreur. Net zo plotseling als de bende begon, hield ze er na de bloedige overval in Aalst opeens mee op en lijkt van de aardbodem verdwenen. Ondanks talloze politieonderzoeken wordt er nooit iemand veroordeeld. Het mysterie blijft. Waarom gebruikte de bende zoveel geweld voor zo weinig buit? De opbrengst van alle overvallen is omgerekend niet meer dan 150.000 euro. Het gaat tegen alle criminele logica in. Het resultaat is vooral een massale angst onder de Belgische bevolking. De gedachte dat er hogere machten achter hebben gezeten is het logische gevolg. Ze moesten een klimaat van angst creëren in het Westen. In West-Europa, in België met name, omdat hier de macht zit geconcentreerd met de NAVO en het Europees Parlement, om te bereiken dat de politici sneller zouden ingaan op de eisen van Washington om beter bewapend te zijn tegen het rode gevaar. De Belg Oli Salvatore is schrijver en opiniemaker en ambieert een hoge functie binnen de Europese Unie als onafhankelijk kandidaat. Hij is er heilig van overtuigd dat er grote machten achter de bende hebben gezeten. Als men de mainstream media gelooft, dan is alles roze geur en maneschijn en leven we in kabouterland. Ik bedoel, is alles fantastisch in de wereld geregeld en bestaan er geen complotten. Maar iedereen met gezond verstand weet dat er misschien 300 geheime diensten ter wereld zijn die tegengestelde belangen dienen en dat er her en der natuurlijk complotten moeten plaatsvinden om de veiligheid op het grondgebied veilig te stellen. Omdat het onopgelost blijft, ontstaan er in de loop der jaren talloze complottheorieën over de bende van Nijvel. Een kleine greep. De Rijkswacht, een onderdeel van de Belgische politie, zit erachter om te zorgen dat ze meer macht en zwaardere bewapening krijgt. De bende vormde een liquidatieploeg die hun overvallen hebben gebruikt als dekmantel om bepaalde personen te doden. Het is een afpersing geweest van de Delhaize supermarktketen. Het is een complot van de CIA om met geweld een angstklimaat te creëren in Europa tijdens de Koude Oorlog. De aanslagen zijn gepleegd met behulp van een door de Amerikanen opgezet geheim netwerk. Het is die laatste theorie waar Antwerpenaar Oli Salvatore heilig in gelooft. Hij denkt dat de CIA de aanslagen heeft uitgevoerd met behulp van extreemrechtse Belgische groeperingen. Waarom? Omdat ze ideologisch heel erg getraind en gebrainwashed waren om het rode gevaar af te stoppen. En dat zij zodanig fanatiek waren dat zij zeggen, kijk, ik heb iets gepresteerd voor mijn vaderland of voor het grotere doel. En het doel heiligt de middelen. 28 doden in de ogen van een fanaticus zijn niets. Paul Ponsaas, criminoloog en journalist, schreef het allereerste boek ooit over de bende van Nijvel en recent weer een. Al 30 jaar doet hij onderzoek en hij gelooft juist niet in een complot gestuurd door een hogere macht. Hij denkt dat de harde kern van de bende bestond uit voormalige politiemannen die destijds vanwege corruptie ontslagen werden.
Die besloten zich daarna fulltime met criminaliteit bezig te gaan houden, maar wilden ook nog eens wraak nemen op hun voormalige collega's. En dat verklaart volgens hem ook waarom de overvallers zo geraffineerd te werk gingen en verwarring wisten te zaaien bij de opsporingsdiensten. Bijvoorbeeld de dubbele overval op twee verschillende plekken die op twee verschillende plaatsen plaatsvindt, op dezelfde dag, op twee verschillende lijzenwarenhuizen, maar wel telkens langs één kant van de taalgrens. Ja. Ja, dat getuigt toch wel van een goede kennis en van de moeilijkheden die het gerechtelijk apparaat gaat krijgen met het oplossen van dat soort van feiten. Dat hoeft niet geïnterpreteerd te worden door de tussenkomst van de CIA. Dat wil gewoon zeggen dat er mensen goed vertrouwd zijn met de werking van het apparaat. En als er inderdaad ex-medewerkers van dat apparaat werkzaam zijn in zo'n bendes, ja, dan krijg je een heel explosieve cocktail. Dat is meer dan voldoende, hoor, om zoiets te krijgen. Een jaar na de laatste overval in Aalst worden in dit kanaal tassen gevonden. Tassen die toe hebben behoord aan de bende van Nijvel en de inhoud is opmerkelijk. Ze zitten vol met bewijsmateriaal dat zij verantwoordelijk zijn geweest voor al die misdrijven. En welke crimineel wil nou zoveel bewijsmateriaal achterlaten? Het is een absurde vondst. Door de bende gestolen en gebruikte wapens en munitie. Checks die bij een overval zijn buitgemaakt. Kledingstukken en resten van kogelwerende vesten. Al het bewijsmateriaal van de bende van Nijvel keurig bij elkaar gestopt. En dat is natuurlijk in tegenstelling tot eender welke normale, traditionele criminele bende. Want die gaan alle mogelijke moeite doen om te voorkomen dat die feiten onderling zijn verweven. En is er iemand geweest die al dan niet de speelders op dat spoor heeft gezet? En dan is dus de speelders op zich, zouden dan gemanipuleerd zijn om terug te gaan zoeken? Wie heeft hen daartoe gebracht om dat te doen? Het onderzoek zit jarenlang muurvast, maar dan komt in 2017 een mogelijke doorbraak. Een gepensioneerde rijkswachter uit Aalst, genaamd Christian Bonkowski, heeft op zijn sterfbed in 2015 aan zijn broer opgebiecht dat hij de reus van de bende van Nijvel was. Het leidt tot grote nieuwskoppen en sommige complotdenkers lijken te worden bevestigd in hun gelijk dat de rijkswachter achter zat. Maar omdat Bonkowski overleden is, is de bekentenis niet meer te controleren. Eerlijk gezegd geloof ik het wel. Waarom? Omdat iemand op zijn sterfbed ten overstaan van familieleden alleen maar geneigd zou zijn om de waarheid te zeggen, omdat hij niks meer te winnen of niks meer te verliezen heeft. De man was overleden en toen hebben nabestaanden rond hem gezegd dat hij dat heeft verteld. Dat is toch iets anders dan dat je rechtstreeks contact hebt met iemand. De Belgische justitie zet alles op alles om de geruchtmakende zaak alsnog op te lossen. Alle oude sporen en aanwijzingen worden minutieus nagelopen. Maar het ziet er niet hoopvol uit. Mijn inziens is er maar één figuur ter wereld die daarvoor de aanleiding kan geven tot de ontknoping. Die de macht heeft om die ontknoping op tafel te leggen. En dat is de huidige Amerikaanse president Donald J. Trump. Waarom? Donald Trump heeft gezegd dat hij niet akkoord gaat met vroegere uitvoeringen van zijn eigen geheime diensten overal in de wereld. Maar uiteraard heeft hij als hoogste gezagsdrager in Amerika toegang tot allerlei geheime informatie. En is het aan hem, of laat ik het beter formuleren, als mensen rechtszoekende zijn en ze willen in die zaak iets naar boven halen, dat ze zich eerder tot hem zouden moeten wenden dan tot het justitie? Die gerechtelijke waarheid kun je niet meer achterhalen. Het is een cold case, hè. Het is met andere woorden, het gaat niet over feiten die zijn begonnen in 82 en die zich uitstrekken tot vandaag. Nee, het gaat terug tot 82, 85. En hoe langer dat je wacht, hoe kouder die case wordt natuurlijk. Dus je kunt eigenlijk geen nieuwe sporen vinden. Je kunt alleen maar vroeten in een ver verleden. Een mogelijke, maar controversiële oplossing is om de zaak te laten verjaren. Want dan kunnen nog levende daders naar voren treden om hun verhaal te doen zonder angst voor vervolging. Dat zou een einde kunnen maken aan het mysterie en daarmee de talloze complottheorieën. Maar, zo zeggen sommige nabestaanden, het zou onverteerbaar zijn als er geen gerechtigheid komt voor de 28 slachtoffers van de bende van Nijvel.